Ameno, ameno, lantiremo, dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno, timere, timere, mantiro, mantiremo, ameno. Sambeltrassie presenteert u met trots ons nieuw theaterstuk Kantjel, de stille getuige. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou dat het tijd was om te gaan. Je zei, schat, maak je geen zorgen, ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak door hoe je keek naar mij. Toen je zei, ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen, voor alles wat er komen gaat. Het is laat, ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan, pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je, breng me naar het water, breng me naar het meer en leg me neer. Schat, ik had dit niet zien aankomen. Maar God heeft het anders beslist. Het is echt zwaar voor mij nu. Ga maar lekker rusten, liefie. Till we meet again.
Wat als ik anders had gehandeld? Meer tijd had besteed. Dan zou ik vandaag de dag niemand kwijtraken. Ivy is mijn tweede vrouw die ik moest gaan begraven vandaag. Het is echt zwaar voor mij. Ik weet niet hoe ik verder moet gaan. Alibi tof. Ik op je wacht, man. Oma Alex, dansen toch? Nee, je moet eten, Alex. Kom eten. Oma, laatste. Nee, Alex. Je eet de laatste dagen slecht, hè? Oma, doe nou, laatste. Oké, luister. Oma gaat het laatste liedje afdraaien en daarna gaan we eten. Ja, oma. Beloof, oma. Wat een beloof? Laatste, hè, Alex? Oma ook dansen, hoor. Jij moet dansen. Je bent flink. Hoe weet je dit alles in? Hoofdhuis, knieën, ting. Hier is de hoofd, Alex. Snel. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Ma, kijk zo vroeg het is. Zo mooi maak je zoveel lawaai. Lawaai? Danny, we maken geen lawaai, maar dat... zo eet je, jongen. Maar jij verwendt hem zo. Zie je? Dit bedoel ik, Danny. Wanneer ga je uiteindelijk tijd maken om aandacht te geven aan je jongen? Je weet niet eens hoe hij 's morgens eet. Wanneer ga je tijd maken? Ma, ik heb het druk aan het werk, ma. Druk? Voorlopig gaat het niet lukken. Druk? Ja, ze hebben laatst iemand ontslag gegeven. Dan moet ik zijn werk nu overnemen, toch? Dus je wilt me komen zeggen dat je niet eens één keer in een week tenminste halve dag werk. Voorlopig gaat het niet lukken, hoor, maar echt. Ik heb het echt druk aan het werk. Trouwens, je had me elke keer gezegd, maar maak je niet druk. Ik breng heel gauw iemand, want ik heb haar al leren kennen, zodat ze je kan helpen met dit en dat. Next! Maar ik heb niet maar één vriendin. Ik heb zoveel, nu moet ik gaan kiezen welke ik naar huis moet brengen, toch? Danny, kijk hoe oud je bent, weet je? Zoek tot je 60ste. Maar de manier hoe je zit te klagen, waarom stuur je jongen niet naar een sportschool of zang? Ik maak dan ook een zwemles of wat. Dus zodat hij bezig gaat zijn met andere kinderen? Ja toch? Nee. Waarom niet? Danny, luister. Niemand hoeft te weten dat je zo'n zoon hebt. Waarom niet? Dus Danny, je weet niet hoe ze over ons gaan praten. Ik zie me al, ja, dat je met een poedje. Ja,
Dat is ook gezond voor die jongen toch, ma? En waarom praat je het zwemmen? Ja, zwemles. Dat ken je Alex niet. If even a lifeguard looks so, Alex is zo moe, hè? Alex is niet zo, man. Oma, Alex kan zingen. Ja, hij kan zingen. Oké, zing voor papa. Je kan zingen, dan zing voor papa. Oma, tellen. Oké, ik ga tellen. 1, 2, 3. Melau, melau. Melau, melau. Woei! Alex. Zie je ook een... Alex, wacht even. Alex. Van waar haal je die liederen? Melau, melau, hoi! Alex, zing liederen die we allemaal kennen. Andere? Andere. Val maar voor mij. A tu ma tempo pa mi descubri. Kuno en en opor igualabu. Oma, ik labu elke dag. Zie je toch, ma? Dan kunnen we hem naar een muziekschool sturen, toch? Dan, kijk, dan heb je misschien ook, tenminste ook wat tijd voor jezelf. Dan kan je gaan wandelen en wat dan ook doen wat je wil. Kan. Weet je wat? Als je straks van het werk komt, zullen we hierover brainstormen. Ja, is goed. Zullen we hierover praten. Ja. En weet je, nou, wie weet kan hij ook meedoen aan de Olympische Spelen in het buitenland. Zie je, is ook een optie toch? Dan ga ik meevliegen als begeleider, hoef ik geen ticket te betalen. Ja, ga ik gratis racen. Je doet maar Alex winnen, wij gaan voor goud. Ja, wij gaan voor goud. Zo, dan ga ik aan het werk, ja. Is goed. Je bent laat, dat weet je, hè? Ja, ik ben altijd laat, man. Altijd, ja. Brasa. Hé, je moet je best op doen, hè? Ja, papa. En? Naar oma luisteren. Je schudt je hoofd, no? Ma, ga weg. Zeg hem als hij niet alles gaat eten, ga ik kantje oma nemen. Gaat me bellen. Oma gaat me bellen. Papa. Ja? Kijk nou. Dada. Da. Je groet kantje niet. Dag kantje. Hij hoort je niet. Maar Danny. Ja, ma? Ga je vandaag weer overuur werken? Ik werk elke dag overuur toch, maar dat weet je. Maar bel me. Want die overuur van je is tot 6 uur, maar je komt 10 uur. Ja, is goed. Ik ga je bellen. Is goed. Ja, is dan goed. Weet ik wat ik met Alex doe. Ja, is goed. Bye. Doei. Zo, Alex. Je bent een flinke jongen. Als je klaar bent met eten, ga ik me omkleden. Dan gaan we naar school. Je bent toch flink? Ja, man. Dus je gaat alles eten, ja? Alex is een flinke jongen. Flink, hè? Ga je grote jongen worden? En echt een flinke jongen. Dus, Samine begreep, je doet zoveel voor de gemeenschap, toch zo smad en zo ondankbaar. Ontevreden. Daarom zeg ik altijd, politiewerk is ondankbaar werk. Terwijl om een man is Sribina of zo minder in het idee, dat onnulijk scoot man. Dat we horen wat ik denk. We zorgen voor orde en rust in het land. If dat nou sorry, is dat om een voor de collega's mee een nyankuguru aladi. Ah, dat doen we begrijp, maar we tak taki die si dati. Sumai bel manting. Tell her try your best just to... Met Abdul, goedemorgen. Ja. Jawel. Hey, go rusten. Wie? Oh, de toe verdachte. Of vandaag nog? Dus het is een derde. Oké. Nou, u kunt op me rekenen. Ik snap dat ik me op de pitbull, toch? Dat is Sabi, toch? Dat weet u van mij. Nee. Oké, ja, fijne dag. Je nou door op een fascina waar ik mange belba. En daarom altijd parket en rekenen naar mijn tapu. Omdat ik me op de pitbull in Sabi.
Chef, Cesar. Morning. Ego? Cool. You welcome? No, I trang maestro, tawag yung minasak. Oh, and jullie zijn altijd gewend samen te komen, dus... Ja, amay kong. Okay. Mooi tori. Amay sref no bebe ifa maten, dus... Serious, o? Tegi. Opa! Hey, opa! Hey, lupung, olifadong ja. Hey, men. Ube sutapo wagi to da olifadong. Men, ibung. Wakti, minak. Opa ma. Opa na. Minak mene, mimang. Bro, want to my film here? Huh? Kuk. Mahari here. Ibu. No, mi krasan mi balyo, mi kuis mi balyo. Paka chef. Mane. Nasa isa era. Pwede may cringe aso yung mo. Sane? Pwede may cringe aso. No, madat mi take ito. Ubesu tapo ang pick-up na olifado. A grati. Yeah, mo kaya ikaw ay yellow, bro. Mada, sot bis kombi na. Hi chef, so bis. Last was er een geval van een collega van ons. Ama bego a winkri. En ena wagi ama liben tas na nga dienstwapen. Na da ma broko goi na ma wagi. Metegi if sneezy to pa ama bego no ba up camera bill fu sora mang. Ama no be fene wapen moro. Problem. Feitlik ana fa fa mim leg yo. Dis is u lerik ba tijdens a opleiding. Tak je dienstwapen is je diamant. Na je vrouw drape. Ik ga zorgvuldig aan je dienst swapen. Asana, one play, son. True. Ik kan jou maar bij strip tijdens swapen leren, toch, chef? Ik kan te kamer kwalijk, toch? Nee, ik pik ik kwalijk. Look maar voorbeeld, ja, zo. Even nou bij wie kan man, ja. Ah, maar strip toe. Maar daarom met eten, altijd meer rekenen naar het tapu. De fucker, zo'n bis. Boy. Zo'n bis. Chef. Sa familie dek, bato. Taka. Is de migo koeire, want to wet, man. Da... I broke the day yesterday, chef. Say do? I broke the day yesterday. Oh, you broke the day? I broke the day. Oh, take it off. Broke the day, broke the day. Miller, want to work for them, man. Hey, my hair, look, bro. Miller, want to work for them, with man. Yeah, no, make them take it low, son, here. But sana asanfi, eigenlijk. Ano, is the one you broke the day, eigenlijk. You broke the day, a la day. Bro, waarom? Zomaar. Na, bemoei, sasa. No, ano, tak, me bemoei. Maar je kan andere dingen doen, toch? Kom, go, gym. Sabi to, gym. In plaats van drinken kan je toch naar de gym gaan? Gym, no man. Samsa. Ha? Samsa. You want make me go to gym, dan mo girls kupan ng ating yung abigiski. No. Look ko chef, trama girls ice cone, futu fini, jabigi dali may wakaso. Lektak, ay, nami, pe, tarwel, team nakafutu, ay, klak, ay, klari ba? Ne, mari, here, even serious, net parket bell. Ay. Sabi to, parket bell, and isab net to verdachte so bij hoor laatst of haar hoofdmoord. Ja. Huh? Tidak ada mic was sitting. Er loopt nog een derde verdachte vrij. If u nog vindt dat hij een kans begint, dat ik dit mij lusso er. Shoot. Maar derde man de deba. If a derde dat zei de gom skama. Oh, ay, na trawa. Ay, sorry. Na trawa. En isap sami tegi parket. Miap, tu petbull. Eh, unu namir petbull er. Scooby-dooby-doo. Woof. Hey. Parket ere, kenam tapu er, dat is sami. Oh, na mesh unu lek dagu. Ay, tegi. No, it's a straat, man. Chef, me tegi, bo me lis me tegi, chef. Ala lis, ben ala mante me lek, chef, te we go na kasani. Me tegi, unu na original A-team. Unu dri. A-team? A-team. Aha. Nesafa. Lek uit na? You sere forgeti. Hai, boya, man. Takangami. Ha? Takangami. Luku lek fa minamoro trangawa. Aha. Unu ala tu? Aha. Atos, de maikar. Oh, Atos. I do? Okay. Ishi so you? Like fa I uru, tai chinso. A lot de my kari. You follow? Isha manja. So lisa mane wasito. My car, amis. My snare ito. Oh, darom na original artist. Yato. Eh, yato lang na mo. Ma, eh, here, if a serious. Mi bego tap Facebook lads to. Isap sumami si tapa buku baka ola ngayong mana. So pipa? No, ano pipa? Denny. Danny. Denny. Uno Denny. Denko. Oh, Denny, bigi beri Denny. Ay. Mi ma, na bigo tapa man profil. Dami si tak, ama in a relationship. Taker. Bario. Dami klik tapa a photo. Efi siya pipa na nga sumamay dry. Vander Bloemen. Oh, wakti. Oh, wakti. Ano Vander Bloemen? Na boko po da pe, Miche. Isha tori ko. Asma blondie toch? Yes. Aito? Asma be one chestnut. Aito pa photo dat. Aito. Hey, asma. Hey, spa.
Maar hij model van je lekker aan uit. Ik denk dat ik niet je taxi. Samsa. Mami, ik heb het toch? Maar als je Sami denkt, Sawadu, we horen een reunie. We plan one day, Isabito, we horen een reunie. Dat we gaan naar Oso, we brouwen met die nyawasan. Dat lijkt van mijn apoan jong vrienden. Dat de guasik, de bijkrosig jasma, namens ons, Mami Epai. Nou, je bent ook een doekje apchima. Nou, bro, met die takwas. Wat met je bij? Steak. Steak, Trobby. Nou, bij steak. Probleem dat? Nou, mama, nou, ik kan maar bij hem. Nou, milere af. Weet je, mister, mama, go. Amano kan ik met Samsa pastig. Ayo, mistake. Daarom moeten jullie specifiek zijn, toch? Sayo, Chari. Ah, mijn pan batra na osso, als pan, is moet Chari komen. Watra. Nou. Dringen ze refi. Nee, nee. Era, no time to lose. Er is werk aan de winkel. Is dat beter? Dan maak parket Belmoro. Sawadu, we gaan roko. Unyamba. Nooit. We gaan unyamba voor Sida, we gaan roko. Aito. Zo aan je toe. Bami lood mi los tu boy, mi los tu bami. Pe. Pe. Furio, furio. Na lek jatuh. Furio. Kau gue na, me pai baka. Ya pai baka. Ya. Ya toh, da, look to earth no. Mata ke earth lupa? Ya, look to earth no. Ya boy, disyo. Es kelor. Au. Samsa, kau itu yang mana Iwan tega mana mi ex? Nih yang smerit, nih smerit tak mana sabtak ngai ex? No, ini tega mal. Masih ide? Kamu tu chef, ya rehema. Alles wie ja. Elke keer als jij me aankijkt, dan weet ik dat ik thuis ben. Elke keer als ik aan jou denk, dan weet ik dat ik juist ben. Je redt me uit mijn bange dromen. Je liefde leidt me door de nacht. Mocht ons ooit iets overkomen, weet dan dat ik op je wacht. One more leaf. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou. Dat het zegt, ik heb je nodig. Het zegt, ik hou van jou. Zo'n hart mag worden nog verboden. En ik blijf je altijd trouw. Je laat de zon weer voor me schijnen. Je bent mijn passie en mijn kracht. Mocht ik op een dag verdwijnen, weet dan dat ik op je wacht. Want mijn lief, altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou bestaan. Schat. Ja? Je hebt mijn leven weer compleet gemaakt, boy. Weet je, Dan? Ik voel me de gelukkigste vrouw van de wereld.
Weet je, sinds mijn vorige vrouw had ik mezelf altijd beloofd dat ik nooit, nooit, nooit iemand anders in huis zou nemen. Maar je hebt me echt anders laten denken. You are my candle in the dark. Daarom moet je nooit, nooit, nooit zeggen. Ik had ook gezegd, ik ga nooit trouwen. Maar ik heb voor jou gekozen. Ik hou heel veel van je, Coco Big Quentin. Ik hou ook heel veel van je, schat. Maar weet je, ik vind het zo spannend om met je te wonen. Ja. Om samen te wonen. Maar toch wilde ik toch even vragen, hoor. Wat is je hebt me wel al eens verteld, maar dat van je zoontje, toch? Alex. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ik wil niet eigenlijk erover praten. Kijk, tijdens de bevalling van Alex kreeg mijn vorige vrouw, of werd ze kortademig. Oh my god. Haar bloeddruk begon te stijgen, waardoor Alex zijn hersencellen kapot ging. Jeetje mina. Ja, en na de bevalling kwam ze te overleden. O jee. Ja. Maar op zich is hij toch een levendige jongen? Ja, 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 ja. Hij is echt levendig. Okay. Hopelijk dat je hem wel aankunt. Ik doe mijn best. Alles is om te proberen. Daarom ben ik er voor je. Weet je, honey? Samen zullen we hem de beste opvoeding geven van de wereld. Echt waar? Ja. Yeah. Oh. Oké. Okay. Hey, papi. Hoe gaat het? Goed, papa. Wat deed je? Game spelen. Game spelen. Kijk. Je kent tante Ivy, toch? Hi, sweetie. Vanaf vandaag gaat ze met ons komen wonen. Ja? Vanaf vandaag is het je moeder, mama Ivy. Ga maar eens. Oh, mijn krullenbolletje. Schattig hoor. Maar waarmee was je bezig? Game spelen, mama. Zo een tijd. Moet hij niet slapen, Danny? Ja, eigenlijk wel. Maar ik laat hem eigenlijk doen wat hij wil. Omdat hij mijn enige zoon is. Ik hou echt heel veel van hij hem. Hij mag doen wat hij wil. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar kijk, ik ga nog even met papa afronden. Je gaat alvast liggen in bed. We gaan het weekend dan vieren met hem en met je moeder. Gaan we met papa eten bij Shakin voeten. Ja, je hou je van Barkat? Ja, mama. Is goed, ga maar lekker slapen, liefie. Ga je met me slapen? Vandaag niet. Ik ga met mama Ivy slapen vandaag. Ja? Okay. Ga maar naar de kamer. Groet, Kantjel. Wie? Kantjel. Dag, Kantjel. Hij hoort je niet. Zie je eens? Hij is net als jou. Zo de vader, zo de zoon. Die moeder had zeker van die grote oren. Ja. Nee, maar echt, ik zeg grapje. Ik ben echt blij dat ik nu bij je kan zijn, weet je. We zijn er voor elkaar. We hoeven niet meer in een kamer te gaan en zo. Nee. En maar 2 uurtjes blijven en zo. Ja. Nu kunnen we langer, langer, langer uitliggen in bed. Maar ik wil ook een jacuzzi. Jacuzzi? Ja, dan kunnen we dat borrelen. Doen. Dan kan alles blop, 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 blop. Weet je, ik voel me echt zo gelukkig. Weet je waarom? Omdat ik na 12 jaren single te zijn, heb ik iemand gevonden die me echt gelukkig laat voelen. Wanneer ik 's morgens opsta, weet ik dat ik iemand naast me zij heb. Oké, ik ben ook heel erg blij. Dan weet ik ook, elke avond als ik ga slapen, heb ik iets in mijn hand. En ik had je ook verteld, hè, dat ik af en toe jeugdaanvallen kreeg. Dan heb ik jou die me kan masseren, toch? Is het niet erg? Je hebt jeugdaanvallen. Ja. Ik heb scherpe tanden. Echt grappig, hoor. Maar echt, ben je niet moe? Maar dat ik feest ben was wel zo moe. Druk. Het was wel een leuk feestje. Ja. Maar alleen was er niet genoeg eten, hè? Het was te druk. En ja, er zijn mensen die niet zijn uitgenodigd worden gekomen. Ja, maar die bepaalde mensen komen gewoon. En niet alleen die mensen, zijn die bandjes brengen aanhang. Ja, het is vervelend zo, ja. Daarom volgende keer, stel, we gaan een feestje vieren. Ja? Als ik zie dat er te veel mensen zijn gekomen die niet zijn uitgenodigd, ik ga ze niet wegjagen. Ik ga ze beleefd vragen, dames en heren, ik maak dat licht uit.
Als je weet dat je niet bent uitgenodigd, ga. Daar zit niemand. Daar zit niemand hoe je weggaat. Daar va je aan, dan zal je die open plekken zien. Je hebt gelijk. Maar ben je niet moe? Niet echt. Uh-oh. En vanaf ik naar de gym ga, ben ik niet moe. Nou, kom naar de kamer gaan dan. Die jongen? We gaan die deur sleutelen toch. Oké. Okay. Naar de kamer to do some business. Business? Ja. Yeah. Of course. My office is 24/7 available. Tijd gaat zo snel. Ik kan zelf niet geloven dat ik vandaag precies 5 jaar in dienst ben. Het is niet altijd makkelijk geweest. Vooral hoe ik bezig ben met autistische kinderen. Mensen denken vaak, ach, ik heb het makkelijk. Het is niet waar. Deze kinderen hebben meer liefde en aandacht nodig. Als leerkracht moet je geduldig zijn. Daarom zeg ik altijd, leerkracht zijn is een roeping. Ik heb ervoor gekozen en ik doe mijn werk met liefde. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Nemen jullie plaats? Zet je tas netjes jongens. Ja. Zo, ik ga zo presentie opnemen. Jullie blijven rustig en ik wil geen stemmen horen. Nico? 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 Waarom geef je geen antwoord? Nico. Ja, juf. Waarom geef je geen antwoord? U zei wel geen stem horen. Nico, als je vrouw tot je praat, moet je antwoord geven. Ja, juf. Oké, goed zo, je bent er. Joey. Juf. Oké. Ferry. Oké. Alex. Ja, juffrouw. Oké, goed zo, Alex. Alex, hoe gaat het met papa? Goed, juffrouw. Oh nee, want ik probeer papa te appen, maar papa geeft geen antwoord. Laat papa contact met me maken, ja? Ja, juffrouw. Oké. Juf. Ja? We hebben een cadeau voor juffrouw. Juf. Oh, wat lief, omdat ik 5 jaar in dienst ben. Wat voor cadeautje heb je voor me, Joey? Oh, namens mama en papa. Een waardebon van Gossip Nails, kan ik eindelijk mijn nagels doen. Zo jongens, wie weet wat we doen voordat we beginnen met de les. Alex? Adem maar, juffrouw. Alex, we zijn serieus bezig, ja? Dat doen we toch altijd, Alex? Wie weet het? Joey, jij mag het zeggen? Zingen, juf. Goed zo. We gaan de ochtendzegen doen en de Heere bedanken dat we weer bij elkaar mogen zijn. Amen. Zo, jullie mogen opstaan. Pak je tas even, Joey. Zet het netjes. Goed zo. Ik ga tellen tot 3 en dan gaan we beginnen met zingen. Begrepen, jongens? Ja, juffrouw. Oké, 1, 2, 3. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Nog een keer. Dank u voor deze nieuwe morgen.
dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Mag. Goed, jullie mogen netjes zitten. Zo, het is weekend geweest. Van jullie wil ik weten waar jullie allemaal zijn geweest. We beginnen bij Joey. Juf. Waar ging ben je? Ik ging bij EHBO, juf. EHBO? Heb je ongelukje gehad? Nee, juf. Maar je bent naar de EHBO geweest, toch? Ja, juf. EHBO eten halen bij oma. Joey? Ferry. Ja, juf. Waar ben jij geweest? Bro, ik wou gaan zwemmen, boy. Oh, leuk. Waar ben je gaan zwemmen? Halve rug, juf. Ferry. Halve rug? Ik heb nooit van gehoord. Is dat een nieuwe recreatieoord? Ik denk het al, juf. Ferry, wat bedoel je eigenlijk? Juf. Mama zegt afubaka. Jullie maken me soms echt vrolijk, weet je. Mijn dag begint altijd goed met jullie. Zo. Nico. Ja, juf. Waar ben jij geweest? Juf, ik was naar ABC-eilanden geweest. Was leuk. Oh, leuk. ABC-eilanden. Dus je bent met het vliegtuig naar ABC-eilanden geweest. Nee, juf. Met boot varen. Zo. Maar Nico... Als je naar de ABC-eilanden gaat, ga je toch met het vliegtuig, ga je toch met de boot? Nee, juf. Ik ging naar Allianz, Bakken en Constantia. Alex. Ja, je vrouw? Waar ben je geweest met papa? TBL. Oh, leuk! Jullie hebben een filmpje gekeken. Nee, juffrouw. Maar TBL is toch een bioscoop? Juffrouw, TBL thuis blijven liggen. Jongens, ik ga even naar kantoor. Joey, let jij op die andere? Juf. Rustig blijven, ja, jongens? Ja, juf. Ferry, je vrouw is weg. Ga Alex vervelen. Kom weer. Alex. Hé, wat doe je? Ga zitten. Je vrouw gaat je scroor. Oh, joh, je luistert niet nog. Alex, je oren lijken op dat truc zijn spiegel. Kijk je haren, lijken ook op zo'n propo. Hé, ga zitten. Toen ga mijn oma zeggen hoor. Je oma is zo blakka. Blakka oma. Lijken op jouw gibber. Hey, neem wat doe je? Geef maar. Wat gebeurt er hier zo? Nico? Ja, juf. Geef Alex een knuffeltje terug. Nico, ik zei, geef Alex een knuffeltje terug. Jongens, ik heb jullie altijd geleerd. Jullie zijn klasgenoten van elkaar. We gaan elkaar niet pesten en plagen. Weet je wat er allemaal kan gebeuren als je iemand pest of plaagt? Kijk maar naar Alex. Hij wordt verdrietig, angstig. Weet je hoeveel andere dingen kunnen gebeuren wanneer je iemand pest of plaagt? Er zijn zelfs kinderen met zelfmoordpogingen. Ja, Nico. Laat dit de laatste keer zijn. Is dat begrepen? Ja, juf. Goed zo. Ja. Pakken jullie je tas, want we gaan gimmen. Ik wil netter rijden, jongens. Netter rijden en netjes achter je vrouw lopen.
Ferry, my buurman hond is dood. Ferry, what is er? Niks. Oh, want je loopt zo forcerend. Zo, jongens. De vorige week heeft niemand geen kleren mee. Dus vandaag ga ik checken of jullie het wel hebben meegenomen. Gaan jullie eerlijk zijn? Ja, juf. Goed zo. Joey, heb je geen kleren mee? Ja, juf. Mag ik zien? Goed zo. Alex? Ja, juffrouw? Ga je eerlijk zijn tegenover je vrouw? Ja, juffrouw. Heb je geen kleren mee? Ja, juf. Mag ik in je tasje gaan? Nee, juf, er is toden in mijn tas. Alex? Ja, juffrouw. Wat doet een todo in je tas? Is een graaf. Dus heb je geen kleren wel mee? Ja, juffrouw. Goed zo. Nico? Ja, juf. Ga jij ook eerlijk zijn? Ja. Heb je geen kleren mee? Ja, juf. Mag ik in je tas gaan? En waarom heb je zusje tas meegenomen? Volg maar. Juffrouw, deze tas kan horen, boy. Rustig. Ik zie hier geen kleren in je tas. Waar zie je geen kleren? Bebe, is thuis. Nico. Ferry. Ik heb gebracht. Oké, maak je tas open. Waarom gebruik je tas zo? Je hebt oud brood in je tas. Je vrouw is geen brood. Wat is dat dan? Een Chinese puntjes. Jongens, snel achter je vrouw, we gaan naar de gymzaal. Je vrouw is dicht. Ik ben helemaal ready om naar die Biggie Smart Day te gaan. Heb ik alles meegenomen? Ik heb voor mijn baddoek, tampon. Ik ga zwemmen, maar 2 jaar lang is Cher gestopt om van zulke leuke seniorendag te organiseren. En iedereen weet waarom Cher is gestopt. Iedereen weet. Want die pakketten moesten niet verkopen. Ze moesten het uitdelen aan die senioren. Maar Serding pakket. Kan niet toch? Maar ik ben blij dat ze het weer heeft aangepakt. Maar wat ze ook verkeerd had gedaan toen ze met 2 opa's ging. Ze kan van mij pas keren hoor. Want dan kwam de opa bing film en dan heb ik alles gekregen. Maar ja, ik ga lekker chillen, lekker wandelen. Ma, hoi. Met wie praat je? Oh, met mezelf. Waar ga je? Ik ga toch naar de Biggie Smart Day. Vandaag? Vandaag, boy then. Huh? Ik ben helemaal ready om te gaan. Dat zie ik ook. Maar then, heb je alles meegenomen? Ik heb alles al in mijn tas gezet. Dan, kijk, ik kan eigenlijk ook thuis blijven, hoor. Waarom? Ik ben zo gehecht aan Alex. En nu moet hij onder toezicht van iemand anders gaan. Gaat Ivy wel kunnen? Ma, hoe erg kan Alex zijn, ma? Je weet hoe Alex is. Je weet echt hoe... Is er soms een probleem? Oh, nee, hoor, is mooi te leren. Mama, nee, want ik hoor mijn naam tot achter. Mama twijfelt om Alex alleen met jou te laten. Ma, waar zou je eigenlijk gaan? Naar de Biggie Smart Day toch? Ga gewoon, ma. Waarom zou je twijfelen? Ik heb gezegd, ik ben er om Danny te ondersteunen. Ja. Ik weet wanneer Alex moet eten. Ik weet wanneer hij medicijnen moet drinken. Ik weet wanneer hij moet spelen, Tom. Dus maak je niet druk.
is voor jou, is jouw time. Ga een beetje de rug, ga ontspannen. Dan ga je niet ziek worden, ga je minder last hebben van eczeem en kraskrasie en dat soort dingen. Je wilt lalig doen. Maar gewoon lalig schoon dag, dat samen kiezen naar jou. Maar ga hoor, maar maak je niet druk. Als er iets is, wat zal er zou kunnen gebeuren? Wat kan er gebeuren? Als er iets gebeurt, ga ik toch die vader bellen? Ja, oké, is goed, dan ga ik chillen. Hoor. Ga je ook slagballen of zo? Nee, waarom? Je brengt hoedje. Oh nee, want het was op tv, de hitte, de golven, en zo. Geniet ze. Ja. Maar Paul, je bent toch ook op Facebook? Zo af en toe. Ja. Kan je tickets regelen? Tickets? Ja, voor die ene show van Hardcore XL. Of... Maar het is comedy hoor, het is een comedy show, is niet wat je denkt. Oh, ja, maar, pas in december. Ja, maar nu moet je alvast reserveren, want het wordt hoeveel leuk. Wil je hebben? 3 ton. Ik weet niet of ik ga, maar ik ga alvast weer reserveren. Oké, okay, is goed. Is goed. Dan ga ik even chillen, ja? Ja. Is ja. Goed. Dan later, ja? Voorzichtig, ja, oké. Okay. Dan. Ja? Je moeder is hard. Misschien gaat ze iemand anders wat moeten doen. Mag ik je wat vragen? Wat is er? Zoveel eten wil je brengen. 2 broden en 3 bakjes met eten. Ik werk tot laat. Je organiseert een rijsttafel aan het werk, ne? Nee, ik verdeel geen eten. Ik vind het niet erg om voor je te zetten, maar je moet het eten. Ja, ik maar onder eten. 1 voorwaarde. Ik woon nu met jou, ik kook voor jou. Dus geen enkele bitches moet eten voor je komen brengen aan het werk. Maak je niet druk. Oké, okay, ik zeg je alleen. En al brengen ze voor me. Ik ga het niet eten, ik ga het naar huis brengen voor die honden zetten. Oh, oké. Okay. Huh. Waar is die jongen? In de kamer, denk ik. Papi? Ja, Alex? Ja. Ja, papa? Wat doe je? Game spelen. Weer game spelen, boy. Sang. Kijk, oma is gaan wandelen. Waar? Ze is gaan zwemmen of zo. Biggie Smadi of zo. Ze is gaan zwemmen. En ik ga werken. En dan ben je alleen met mama Ivy thuis. Oh, ja, papa, dat is niet erg. Je gaat toch niet aan de gaan doen? Nee. Ik ga je bellen. Echte, echte toch? Echte. Je pinkjes weer. Yes. Oké. Okay. Vergeet mijn boodschappen niet. Boodschappen? Eieren, knoflook, suiker en maanverband. Ja. De grootste. Ja, app het voor me, dan ga ik het niet vergeten. Appen, je kan me ook bellen. En trouwens. Gisteren had je $10, vanmorgen heb ik in je telefoon gegeven, je hebt $6. Daar heb je me niet eens gebeld. Ja, maar mama heeft geen smartphone, toch? Dan moest ik mama gewoon bellen, toch? Kijk nou, dingen, Dan. Ik wil niet jaloers doen, hoor. Maar ik vind, je hebt je dingen uitgemaakt. Wat? Die les zien. Dus... Dan kan ik niet meer kijken wanneer je voor het laatst online was. En je hebt van die blauwe vinkjes ook uitgemaakt. Ik ga het weer aanmaken. Je moet dat doen. Ja. En luister nou, als je van het bedrijf gaat, je gaat weg. Zorg ervoor, maak een selfie en stuur het op. Als je gaat schaften, maak een selfie, stuur het op. Zelfs als je naar het toilet gaat, moet je een selfie maken en stuur het op. Ja, ja, is goed. Want als ik niet zo doe. Alsjeblieft, voorzichtig. Ja. Je ruikt naar naftalin, boy. Ja, jij was mijn kleren. Je geeft me geen bras, hè? Huh? Je bent de jongen vergeten. Ja, je bent vergeten. Papa, ik viel in mijn hoofd. Niet ondeugend gaan doen, hoor. Nee, papa. Zo. Ga weg, hoor. It's cool. Oh ja. Ja? Ik ga... Ik denk dat een paar matjes van me langskomen straks. Vandaag? Ja, vandaag. Dat nu pas zeg je. Ik ben het helemaal vergeten. Ik heb echt veel in mijn hoofd, boy. Dan moet ik extra koken. Ja, liever doe je dat. Wie komt er? Ik denk Mel, Abdul en Tommy. Oh, oké, okay, is goed. Maar ja? Meld me op tijd, hoor, als je komt. Is goed. Voorzichtig. I love you to the moon and back. I love you too. Bye. Bye. Vergeet me niet, bel me. Ja.
Alex. Ja, mama? We zijn alleen thuis. Dus, we gaan afspraken maken. En je gaat het onthouden voor nu en voor altijd. Is dat begrepen? Kijk nou. Met mij, ik ben geen oma Joom. Mijn wielen gaan niet open en dicht, open en dicht. Dus je gaat op tijd eten. Op tijd baden. Is dat begrepen? Huh? Niet de hele dag ga je gamen hoor. Hier is geen gamehouse. En je hebt je eigen kamer. Je moet niet steeds komen kletsen tussen ons. Ik heb mijn privacy nodig. Is dat begrepen? Ja, mama. Ja? Ik heb honger. Je hebt honger? Ja. Wil je gelijk eten? Ja, mama. Ik kom. Nonya Ming. Boei, Kanchil. Mama Ivy is heks. Mama Ivy is niet meer lief, toch? Ze is niet meer als vroeger. Ze is dood. Dood. Wat zeg je? Ja, toch, Kanchil. Je bent mooi, hoor. Alsjeblieft. Je gaat alles vreten, hoor. Je moet me voeren, toch? Wat zeg je? Voeren. Voeren. Ja, mama. Na Yutaki. Maak je mond open. En eet netjes, eet netjes. Doe snel, doe snel. Je hebt niet alle tijd van de wereld. Je hebt niet alle tijd van de wereld. Eet flink, je moet kouwen. Eerst die groente, vlees later. Later, later. Ga kijken wie bij de deur is. Dag Lee. Hey, slik, slik, slik. Ja, maar ik kom om. Walaikum salam, Lee. Walaikum salam. Met u bij dus. Met mama Ivy om. Dat is papa. Kom eens werken. Zeg mama Ivy, politie zal komen. Om, je bent zo dat je dan om. Ga mama Ivy roepen. Zo dat je, hey. Mama, politie zal komen. Tommy, je bent gestoord, no? Huh? Ik woon niet alleen, hoor. En we hebben niks meer. Wat kom je hier zoeken, Tommy? Je bent niet blij om te zien. Niet dat ik niet blij ben, maar ik woon met mijn schoonmoeder, ik woon met Danny. Ik heb niks meer met je. Wacht. Voordat je verder gaat, stuur hem naar de kamer. Alex, kamer. Zeg Eisje. Waarom? Zeg nou, Eisje. Je lijkt op een meisje. Ik ga hem slaan op. Dat is nu niet belangrijk. Bij mij gaat het erom, wat kom je hier kletsen? Wat is dit? Het is een presentje voor jou. En van Alex de Soker, alsjeblieft. Nou, wat ga ik zeggen? Het is van ziek. Maar wat moet ik zeggen als Danny me vraagt? Het is ook niet van Mary. Het komt ook van... Maar dan waarom kom je niet gelijk met die andere? Ze zijn vergeten om dat vlees... Je doet dingen met opzet, hè? Neem ik met takkie, kom takkie, dan staan ze agerstak, Irak. Ik ben niet boos, maar ik wil nu een rustig leven rijden. Ik wil niet meer gaan doen in de auto of onder die brug, Tommy. Ik ben niet daarvoor gekomen, mijn gado, jongen. Ik ben ook veranderd, ik probeer ook te veranderen. Maar je hebt je tijd al gehad. Gehad? Nou man, het was gewoon op pauze toch. Ach, je mijn brassen, nou. Ik heb je zo lang niet gezien. Mijn god, je bent zo dik geworden. Ik ben zo blij. Ik ben dikker geworden. En nu pas maak je quiz hoe lang ik al naar je keek. Op Facebook, je stelt je aan, maar je bent echt veranderd, boy. Maar is Tommy Toma? Tommy. Uh-huh. Anna en Mari. Uh-huh. Hey, Alali. Anna en Mari, ja. Hoe gaat het nu? Alla, ik heb je lang niet gezien. Ik ben ook blij om je te zien, hoor. Ik ben echt blij. Lee, hoe gaat het met mama, Lee? Goed dan, maar boy. Je gaat naar de gym, no? Boy. Nee, maar zo man. Snel ben je aangekomen, ma? Dus we, uno doro boek na apresi, hebben we auto pech gehad.
Oh, is that what op Facebook is? What? Die breaking news, auto over de kop. Nee! Oh. Nee, het is gewoon bandenpech. Dus heb ik gezegd van, weet je wat, zeg? Zet me thuis. En dan heb ik geen zin meer om te gaan. Kijk hoe laat het is. Mm-hmm. Maar, waar is Alex? Ma, als Alex met mij is, is hij zo flink. Oh, hij eet zelf. Hij drinkt zelf. Hij gaat zelf baden. Je hoeft niks te doen, maar je verwendt hem te veel. Maar laat hem vaker met mij thuis. Oh, dan ga ik even kijken. Ga kijken, hij is in de kamer. Hij zit rustig te gamen. Oh, is goed. Moet mama voor me goed aan je lief. Ja. Atutuli. Wow, did you cook in Umbe? Ja, ik ga straks drinken voor hem. Ik drinken voor hem, ja. Alex. Je schoonmoeder staat als een man. Waarom ben je zo plotseling boos? Ik ben niet boos. Je bent niet verrast, ik ben gewoon verrast. Natuurlijk ben ik verrast dat je bent. Natuurlijk wel. Maar ik heb je toch van mij. Wat is het? Ik hoor die auto van. Nee, is er nog niet. Hij is nog niet binnen toch? Ja, maar je kan niet zo die vrouw. Ik kom maar binnen, boos. Maar ik heb je toch gemist. Ja, ik heb je ook gemist, maar niet nu. Papi! Papi! Hij is in de kamer. Hey Danny, Tommy. Ik ben een nieuw spotje, no? Hi. Hey, wat kan je? Hij is eerst gekomen, die anderen komen straks. Oh, hey. Oh, heb je iets voor me gevraagd? Nee, want je bent echt de liefste man van de wereld. Oh, je hebt het toch gevonden, mijn god, je bent de liefste man van de wereld. Is echt duur, mijn god. Ik had het niet van je verwacht. Je bent echt de liefste man van de wereld. Is je tas, heb je alles gevonden? Alles is erin, ja. Oh, mijn god. Hij is echt de liefste man van de wereld. Is Donos, Donos. Ai, ai, ai. Wat ben je er aan de? Wat ben je er aan de? De man vergeet ons aan toe. En eenmaal met die in de buurt, daar. Me denk, oh, dat me denk je dan voor het eerst. Je bent altijd je laatste man, zeg maar. Die deed je de eerste man. Nou, met zoek of geen kito. Zoek of geen kito. Ah, met een kerkje. Oh, je hebt een kerkje? Ai. Ja, maar boensani, boensani. Ah, was de film door. Ive, Ive. Lo. Ma. Oh, je bent er. Ja, ik ben er. Waar is Ivy? Ivy is achter. Ik ben hier, ma. Je bent net voorbij gegaan. Heb je me niet gezien? Nee. Ive. Huh? Wat is er met Alex? Hoezo? Hij zit in een hoekje in de kamer. Zo rustig, wat ik niet gewend ben van ma, hem. Deze kinderen, ze veranderen snel van stemming. Soms zijn ze blij, plotseling kunnen ze weer verdrietig zijn. Dan is dat het. En hij zegt dat één kant van zijn hoofd pijn doet. Is te begrijpen, maar het is september, de zon is fel. Ik heb zelfs ook hoofdpijn. Oh, dan. Maak je niet druk. Zet gewoon een beetje, maak natte lappen zo, zet voor zijn hoofd. Het gaat over, ik heb ook dingen. Dan ga ik ervaren. Natte lapjes op hun hoofdje zetten. Ja. Hoor, is goed. Moet ik een drinken voor je zetten? Ja, zet. Jij moet ook drinken? Ja, doe. Cola, als er is. Hi, mima. Hi. Hey, Milo, ba ook zo fier. Ja. Maar, mino liggen, ik ben ook zo verkeerd, jongen. Als er eens geen hart in mij, hi, mima. Ja, maar, ik moet een nieuw model zijn, dus ook, mama. Hey, nadema. Eko! Ay, nadema. Yo! Dema, make me wachti. Yo! Hey, wachti. Hey! Pagaya dagu! Ade! No, wan mina koi tito. No, mi pura TV. Oh, i pura TV. Ay. Ay. Ay, ucha futsal paketo. Oba. Uy. Ego. Lisa. Ego. As you believe, man. Hey, so furusan. Yeah, isa fo dek ba. Wat is pang potina is kasi, meko. Of aja? Surprise, chef. Surprise, waga. Look, ina berita ko for ko. Gimme na surprise, so mat na bro ko. No check mo sa bro ko. Tarapo. Dat me badul. Mana kenki me kenki to. Ay. Give tori. And this name bare. Long time yung brada yo. Ay. Fula ti sudan. No bego. Bego by want to sign away. So, wat een drukte. Hallo. Hallo. Hon. Ja? Hoe is het? Ga baden, no. Is alles goed? Meller? Ja, ik weet het. Ja, Abdul. Ja. Ga douchen, no. Ga een beetje opfrissen. Daar ben je ook opgefrist. Iedereen is zo frisjes, man. Go wassie. Ik heb alle kleren voor je gezet. Oké, is goed. Je mag go wassie even, hè? Zet die papa. Zet die. Kan ik gelijk voor de heren inschenken? Ja, graag. Van jou komt ook gelijk. Niet zo lang op mijn cola.
in de volle. Kom zo. In de jaren vast mekaar aan mijn hond. Goeie chef. Aan een hond. Dat is een hond voor honey. Oh! Aan een lek van uw ekar unu tu dagu. Maar daarom heb ik actie toch? Om leraar maar, ik hoe dat tel is. Nou, na ouderdom toch? Ik heb die drinken. Oh, oké, okay, ja. Dankjewel. Dankjewel. Drink rustig, hoor. Ja. Neem je tijd. Ja, als het je huis is. Dankjewel, dankjewel. Hoi. Hoi. Plafond. Naom. Hey, biggie boy. Hey. Kleine Denko. Oh, kijk, dit is een lekkere zak bij om. Ja. Hoe gaat het? Goed, om. Hoe heet je weer? Alex. Alex. Hoe Alex. Gaat het op school? Wat zeg je, om? Hoe gaat het op school? Goed, om. Mooi zo. Hé, hey, hoe oud ben je nu? 12, om. 12. Aboy, chas, norgi 12 jaar. Nou, meer de boy de man na saba perking. Het is nog een groot snel. Je bent echt groot geworden, man. Ja, oom. Zo. En als je groot wordt, wat wil je later worden? Oom, wil in vliegmachine werken, oom. Oh, piloot, no? Nee, oom. Stewardess. Nee. Je bedoelt, een vrouw is een stewardess. Een man is een steward. Oom, buurman niet steward. Nee. Dat is zijn naam. Oh, ja, oom. Ja, oom. Ik grappig, ja, Relly. Maar hoe gaat het op school? Wat zeg je, oom? Hoe gaat het op school? Nee, ze hebben me wel gevraagd hoe het op school gaat, oom. Nee, weet je, oom geen niet horen, toch? Oom geen concentreren aan je grote oren, hoe groot het is, toch? Oom, al is mijn oren zo, tenminste hoor ik goed, jij niet, oom. High five, high five. Hey, collega. Nou, is af van de bar. Oom, zeg Bora. Nee, nou. Takkie. Zeg nou. Bora. Je kan niet goed horen. Ik heb ook iets voor je, boy. Zeg Hamer. Hamer? Ik ga met mama even naar de kamer. Hé, hey, je moet papa niet zeggen hoor. Nou, wat leer je zo op school? Wat leer je zo op school? Oom, ook zingen, oom. Zing. Ik ga zingen? Ja, oom. Huh? Dat zing voor ons, nou? Kan je zingen? Ja, oom. Zing nou. Dat is horen. Oom, tellen tot drie. Ik moet tellen. Ja, tot drie. Hoor. Ja, oom. 1, 2. Melau. Woei! Hé, Amado werkelijk, hè. Nou, hé. Moet ik aan mijn pa, moet ik aan Danny. Abo, je hebt talent. Even serieus. Abo, ik kan goed doen. Ik wil to sanito, singi, festival. Maar dan moet je een soort jury daar. Oh, ai, ai. Opletten, Oli. Vooral met kale mannen zo. Opletten. Ja, maar. Wat wil je laten horen? Stewardess. Steward. Steward, oh, als buurman. Heb je ooit in een vliegtuig gezeten dan? Wat zeg je, oom? Heb je ooit in een vliegtuig gezeten? Nog niet, oom. Nooit? Nog niet gezeten, oom. Wil je voelen? Ja, oom. Huh? Kom maar zitten dan. Kom. Ga je laten voelen, ja? Hoi. Zo, hey. Tommy, noem maar. Stop, sta. Amor, vier het toch? Stop. Dat na tamplein en crash, dan moet vier het toch? Nee. In de kleur en boeren, papa. Stop, sta. Arkino. Is je depchind is het? Depchind is nog actie voor consort tapa grond tapo mima. Juist depchind is hij. Ik geef de extra lobby. Dan een extra aandacht. Maar dat tap zo aan vast mima. Je staat er niet bij stil, dan heb je dus een extra kolokoko in alibi. Extra vreugde. Het enige wat je moet doen, is niets anders dan accepteren. Niets meer, niets minder. Koniere. Sorry, Ali. Oom, ik ga game spelen hoor, oom. Ga maar naar de kamer, nee. Oom. Ik heb deze oom gezien op tv. Wie, hij? Hey? Ja, oom. Waar? Bij Dingo Animal Planet. Hey, yes, ito.
Wie heeft oorlog toch? Ik verdraag. Hij verdraagt. Nou, mijn verdraag, mijn bongel. Nou, mijn dag, dat is grappig. Kik, is dat boy kik? Is dat boy kik? Oom, ik weet welke oom. Welke? Disco Ferry. Huh? Disco Ferry, oom. Wat heb je bedoeld? Discovery, wat heb je bedoeld? Oh, Discovery. Ik ga weg. Groeten jullie, Kantjil. Dag, Kantjil. Jij ook, oom? Nee. Doe nou. Ja, doe nou. Dag. Jullie zijn gek, hè? Hoort je niet? Hé, hey, is je toch? Is je zijde met een beetje audio? Hé, die jongen is gelukkig. Laat hem gewoon. Gelukkig. Zo gek kan je ongelukkig zijn, ja? Nou, op je man, hè, man. Op je man. Hé, hé. Hé, freshjes. Sexy legs. Witte kip. Hé, hey, jij grappen maken. Je nou, hé, je nou witte kip met gembersaus. Hé, hey, daar. Hai. Is dat tak weet drie, is dat weet maar ik ga smoken jou. Smoken in een osso, niet aboyap asma. Balkon. Ik ga smoken jou wat sigaret nou. Kwee nou? Presto. Nou, wat ik in een balkon toch? Kwee nou? Balkon. Zou je doen? Smoken of pof? Nou, mo smoken. Oh, abo. Nou, mi stop toch? Faso. Mi man, stop, mi stop met ga kerkie nou. Oh, dat is al die tijd je nou jongen van de kerk. Chef. Nahar jaar, mi chef. Kwee, kwee, kwee. Makasih dat. Gaat je goed, broer. Wat is er? Huh? Waar zijn die anderen? Ze gaan roken dan. Dan ga jij niet roken? Nou, ik ben gestopt dan. Oh, oké. Okay. Ja. Maar luister nou. Wat? Nou, ik wil liever met je praten, daarom ben ik ook eigenlijk gebleven. Heb je mijn nummer nog? Ja, ik heb je nummer nog. Ik heb het opgeslagen als Fabienne. Maar dan ga je niet. Nee, ik weet niet. Ik kan app je niks doen. Ik kan je niks doen. Oké, je hoeft... App me niet, anders had deze dat je online bent. Stuur me een DM. Ik weet, die heren zijn slordig, hoe zetten ze patat? Kijk, je moet je dingen palmen water geven hoor. Wat is dat, mama? Nou, met suku, met telefoon. Je vindt? Ik vind het, chef. Ik ben deja. Mijn sap, zei je dat je mijn lip zonder de telefoon? Wat is dat, snel je bas, moko? Ik vind het. Ah, is telefoon. Man is slordig, joh. Ai. Dat zou je wel proberen, Matty. Steak. Ja, toch. Massive, hè. Ja, toch. Chef. Sena, mano. Sencha. Mel. Ai. Mekka fayana. No, era. Volgens mij, mijn gueno, joh. Mijn vergetak, mijn appen aanspraak, joh. Ei. No, biggie, no, biggie, Mel. No. Mijn gueset van optie, mijn verget helemaal tak na die demi moest bekomen. Pas, hoekom. Stop even. Look on. Mi plan one day wa reuni. Da know your gue. And if I gue, I kona nga mi. Does that one tak mi gue tu? No. Yepora, here's fair yo mi ma. Chef, enough de so. Look, mi ka te kwa taxi hoon. Yo, yitete yuli blei fo hoon me doo san, da kande later me kumba kai se fato. No, no, ne wakam moro tok. Unu fo ma ulop teke alte, no yo gue. No boy, mi abif seta opsi ma, san belangrijk evo. Ino ma wakti mek mi nyafo si? Ey, de rustig. Mi no man boy, mi no man tam. Mino mantan. Maar is hij voor hey. Yes, jongen. Luku, uno me kasan moeilijk, uno me kasan moeilijk. Ik heb gepland voor een reunie. Amandis moest gue. Luku zou het doen. Wat is hij in Afrika? Nee, jongen, het doen. Arki. We plan one trade. Abu, we plan abu, one trade. Abu. Hey, Dan, show die heren. Mijn porra santo. Zou je het doen? Sorry, mijn porra santo. Agrekir. Maar wacht, je nou drink moro. No, mi bu. Mi mag drinken. Ai, kan. Kwa feno. Ai, drinken. Oso mi na kula to. Ja, we kan drinken. Later. Ai, to. Iden, wat is het wantradi? Ja, abu. Isang. Fai luku miso. Ya doleki na kis nyang drinken na oso mi ma. Isan, de man is voor haar, san, jongens. Maar wat schiet met die def, Bori? Babe, die vrienden van je zijn weg. Ja, de mel moest ergens gaan. Daar heb ik zoveel tilapia gebakken. Wel, je gaat het eten hoor. Vandaag ga je het masala tilapia. Morgen tilapia en tomatensaus. Overmorgen tilapia en ketchupsaus. En je gaat ook gebakken tilapia eten. Ja, is niet erg. Zet in de ijskast, daar ben ik het bond not gewoon. Maar ergens ben ik toch blij dat ze zijn geweest. Ja. Zijn vrienden. Mm-hmm. Maar die ene is arrogant hoor. Wie? Tommy.
Ik mag hem niet. Ja, zo is hij. Maak je niet druk. Kijk, dan ga ik snel opruimen. Ga jij kijken wat die jongen doet, dan kom je slapen. Oké, maar mijn rug doet me pijn. Masseer me even. Zie je. Ik werk hard hoor. Als alles wat je me vraagt, doe ik voor je. Gisteravond heb je, ben je in slaap gevallen. Ik lag op die bevallinghouding. Je bent in slaap gevallen. Maar babe, luister. Ik ben zo moe. Jij wil 3 keren gaan. Ik kan maar 1. Praat luid, laat die buren horen. Pst, ja, Allah is niet erg. Kom, kom. Zit hier. Ja, yes, yes, yes. Maar mag ik je wat vragen? Oh, God. Maar je moet eerlijk zijn. Wat? Ik wil van je weten. Aha. Eigenlijk mag ik niet in je telefoon gaan, maar toevallig ging ik langs. Was het niet op lock. Aha. Je hebt contact met buitenlandse meisjes, ne? Hoe kom je erbij? Je hebt contact met buitenlandse meisjes. Nee. Dat wie is emergency? Begin maar te zeggen, wie is emergency? Emergency? Ja. Wie is emergency? Kijk nou, kijk zelf. Wat met een E. Deze? Ja. Is 911, boy, babe. Oh. Het komt standaard met die telefoon. Zomaar doe je jaloers. Ik doe niet jaloers voor de zekerheid, vraag ik. Ah. Is genoeg, hoor. Ja, oké, okay, is goed. Ga ik opruimen, dan ga je naar die jongen kijken. Ja, oké. Okay. Ik check je. Ja, je mag checken, hoor. Wat doe je? Zo vroeg wil je klepon. Waar ga je klepon vinden? Ah, pas zondag toch. Ik ga je later bellen. Ja, mijn collega is er. Is goed. Ga lekker naar je vriend slapen, ja? Ja, dank je. Of wat? Ego? Zij is daar. Rustig. Ai boy, je bent weer bezig. Huh? Je bent weer bezig. Waarmee? Moet ik jou vragen? No. Niks. Nou, naar mijn chinsa. Oh, oké. Okay. Ik zal het geloven. Hé, hey, Britief, she's Danny is there. Ja, man. Hey, echt niet bij Britief, vooral aan mijn vrouw. Ik zal wel lang bij jou langer met jou, mijn vrouw. Het zal wel weten. Maar dan kwam met je alleen niet in zat, toch? Maar naar je poren, toch? Naar mijn poren? Om je vanaf maand in mijn ben, ja. Aha. De is de net in mijn ja, toch? Dat maak je weer zijn crossie. Ja. Mijn man, je bent moeit, hè. Ga je iedereen zeggen, mensen die zo mooi als jou, ik ga je ook stoken, hè. Je kan je ook verliezen, hè. Tommy, zak je aan. Arkina, je tak mi pora deed, toch? Maar look, mi no goe, omdat mi bab optie voor zetteren. Ik voelde me gewoon niet meer lekker daar in huis. Zei dit? Die me bekwa in sifu, zoek mi telefoon, toch? Dan mi beshi tak, ik ben bezig na een ifi drapen, ik tak wan tori. Mi man, if ik denk, if doe een sambak aan een ifi. Ja, ik weet, jullie hebben een verleden, toch? Maar abi ede ifo, ifi danga Danny no, Danny na wan brada fo unu. Sabi to, ino me meka saan dat ifo ere. Want dadelijk worden Abdul en ik ook erbij betrokken. Isabi to? Dus, luko Yusref boom, denk er even goed over na en maak deze fout niet. Hoi. Oh, hi, Saitaki? Mina yere next, hey, die nyakelek wat dagustan, Saitaki? Tommy, ala san ye shilek grap me ma. Me leg je wan boemusan uit, ja. Luke nou, min no wan. Ik wil gewoon geen vriendschap verliezen hier met Danny. Unum boena nga man. Ino man go look aan mijn vrouw of zoek aan mijn vrouw baka. Hé, maar afas van je takso na me toch, Mel? Na Jarusu, je Jarusu, no? Jarusu? Mi Jarusu. Van je bedoel mi Jarusu? Hé, luister nou. Beter je doe je san van maanden toch, want je had me eden. Zo vroeg om maanden wan weer met. No, Arki. Mijn missa drie sopi go doro van mate ifo go lekwa onbeet. Go doe je zo, want je bent gewoon jaloers, man. Luister, vriend. Ah, ja. Rommel. Sna sana ta mai denk if me, man. Terug naar boom boom sami wa lekha ma uit. Je kan gewoon, ey boy, Tommy, je spami ede yon. Mijn bief tegen chef Abdullah Tori die share. Mama ne follow ging. Fa amaka fentak mi jarusu feng.
Terwijl na mi, abem baka, die play fire man. Isap tak deni na wan brada, fawaka. Je denkt je bent all that if je guai ex baka. Je bent laag, en if na so je chare waka. Misa liba disgi masra mining dat naf kom blaka. Het zou wel aan het licht komen, maar mija rusu voor you. Tommy Dreamer blijft dromen. Mel is on the ground en ik ben niet meer te stoppen. Ik ben met chef Abdul, wou we alle missies poppen. Ik zeg Mel is on the ground en ik ben niet meer te stoppen. Ik ben met chef Abdul, wou we alle missies poppen. Hey! Dus, if Alex dit bezig, toch? Als Alex bezig is met zijn telefoon, maakt het niet uit als dit boven daar moet zijn. Hij is zo flink dat hij zoveel rommel maakt. Maar ik vind het niet erg, hoor. Ik vind het helemaal niet erg. Hij heeft nog meer rommel achterop gemaakt, maar straks ga ik het opruimen als ik van de dokter kom. Hallo. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag, mevrouw. Hey, juffrouw. Alles goed? Goed, hoe gaat het je? Wat goed, is gebeurd toch? Nee, er is niets gebeurd. Rustig aan, mevrouw Joom. Kom. Oh ja, even, ga mijn schoenen even. Ja, dat is goed. U heeft de merk van uw tas is nog hier. Moet dat weghalen toch? Is geen merk, mevrouw Joom. Is label is nog hier. Oh, ik heb ja. Een cadeau gekregen, maar vergeten om het weg te halen. Oh ja, juf, hoe gaat het je? Goed, en met u? Gaat goed. Maar ik ga straks naar de dokter, accu-controle. Oh, ja, vooral hoe je op leeftijd bent, moet je op tijd naar controle. Niet op leeftijd, gewoon een beetje oud. Oké, mevrouw. Maar verder alles goed met u, toch? Ja, gaat echt goed. Maar hoe gaat het met u? Gaat prima. Oh, wat is gebeurd toch, juf Gwendolyn? Luister, ik ben eigenlijk hier omtrent Alex en schoolprestaties. Hè? Ik ben hier eigenlijk om Alex en schoolprestaties. Wat? Je weet dat tante Jumita niet ver geschoold is. Weet je, ik ga die vrouw van Danny roepen, dan kan je met haar afstemmen en verder praten. Dus Danny heeft vrouw? Lo, ja, ze zijn getrouwd, mooi. Oh, ze zijn getrouwd? Ja, ze zijn getrouwd. En zij is nu vaker met Alex. Oh, oké. Okay. Ja, even, ik ga er even roepen, is ja? Is goed, rustig ja, aan. Even, juf, even. Dus al die tijd. Daarom geeft Danny geen antwoord. Of van wintje blok me. Misa was je sa jersey. Dan sap me ete. Me dat mo schakeling uit. Ja. Wie dan ma? Die je vrouw. Je vrouw? Ze ngomong in school plus as. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik ben je vrouw Rebecca. Oh, ik ben Ivy Paitjum Tirta Manawi. Oké, leuk. Ik ben die vrouw van Danny. Oh, vrouw van Danny. Je kan zeggen moeder van Alex. Oké, ik ben je vrouw van Alex. Oké. Luister, ik ben hier eigenlijk om. Is er een probleem? Ja, dat ga ik u even voorleggen. Okay. En, ik ben eigenlijk hier omtrent Alex en schoolprestaties. Oké. Okay. Aangezien mevrouw Joom het niet begreep, heeft ze u RB gehaald. Oké. Alex is de laatste tijden afwezig. Ik ken Alex als een vrolijke jongen. Hij doet altijd mee in de klas, vooral als we zingen. Maar de laatste tijden wil hij helemaal niet meer meedoen. Oh, vreemd. Thuis is hij normaal. In de klas niet. Hij is rustig in een hoekje met zijn tekenschrift bezig te tekenen. Hij ligt vaak over. Ja, en kijk u maar. Dit is Alex zijn rapport. Dit is de eerste kwartaal en tweede kwartaal. Ziet u? Zie je me? Ja. Hij is achteruit gegaan. Van een 7 naar een 5. Ja. Van een 6 naar een 4. Inderdaad. Maar gelukkig dat u bent geweest. Ik zal dit bespreken met zijn vader. In orde. Kijk, als er wat is, kunt u altijd terugkoppelen met mij, ja? Ja. Oké, ja. Ik ga het nummer van u aan haar geven. Dan kunnen jullie appen. In orde, ja. Ja. In orde. Ja, is goed. Is goed, nog een fijne dag voor u allen. Oké, okay, ja. Bedankt, voorzichtig hoor je. Graag gedaan, dank u. Vergeet die logo niet bij je tas hoor. Nee, zeker niet.
Bol, onlabel. Maar kwam ze vroeger vaak? Dus dit woord. Want voor het eerst hoor ik dit en je vrouw komt tot aan huis. Het leek wel op zieke bezoek. Dus dit woord. Toen had ze het al gedaan. Elke keer moest Danny naar school gaan. Elke keer was er iets met Alex. Terwijl er niets aan de hand was. Ze was gewoon verliefd op Danny. Ze stuurde lekkers met Alex. Oh. Alleen omdat ze verliefd was. Ik ben bang dat die tijd terugkomt. Maak je niet druk. Ik zal dat met Danny, met Danny bespreken. Oké. Okay. Maar zie het maar. Niet zomaar zeg je. Kijk, je hebt zelfs de cijfers van Alex gezien. Hij is achteruit gegaan. Omdat hij alles mag van jullie. Hij mag zo laat gaan slapen. Elke dag gaan gamen. We moeten erop letten als we willen dat die jongen vooruit moet gaan. Kijk, we bespreek dat met Danny. Nee, ik zeg u ook als oma, want u bent ook een van de opvoeders, toch? U bent toch ook bezig elke dag met die jongen? Ja, ik zal het zeker aanpakken. U moet erop letten, maar. Ja. Maar ik ga nu gewoon naar de dokter. Voordat haar bloeddruk voor middelrood, ja? Liever ga ik gewoon naar de dokter. Is goed. Hoor? Is goed, hoor. Hoe heet die vrouw weer? Rebecca. Of Relelka. Boor, Rebecca. Je vrouw Rebecca. Danny, je vrouw Rebecca. Alex! Alex, je bent gek geworden. Huh? Je vrouw Rebecca was net hier. Luister naar Alex. Je vader werkt zo hard. Je oma is elke dag met je bezig. Ik help waar nodig. Luister, als je niet wil leren. Als je je best niet wil doen, kan je thuis blijven. Huh? Als je denkt dat je rover wil worden, mag je ook thuis blijven. Maar misschien denk je dat er geen rovers zijn met een beperking. Dan ben jij de eerste. Wel, vanaf vandaag is het gamen gestopt, hoor. Ik ga nu bepalen wanneer je mag gamen of niet. Ga je schrift halen, laat me zien wat je allemaal moet doen. Want als ik je niet zo aanpak, moet je boy man keren, misschien. En doe snel, doe snel, doe snel, jongen. Want dit kan niet. Alleen maar schande wil je mensen geven. Je hebt een te vrije leven. Je wil misbruik maken van je beperking. No? Begin te zitten. Je kan dit idee ook omboen. Kijk hier. Alex. Je geeft niks door, hè? Morgen heb je zo'n belangrijke test. Huh? Algemene ontwikkeling. Je beseft het niet, hè? Heb je nagekeken? Beetje. Wat zeg je? Beetje. Met twee woorden praten. Beetje, mama. Hoe je het niet kent. Alex. Hoe heet de president van de Republiek Suriname? Limbo. Limbo. Alex, de president van de Republiek Suriname is Desi Delano Bouterse. Suriname grenst in het noorden aan. Weg naar zee. Weg naar zee. Atlantische Oceaan. Atlantische Oceaan. Ik stel je nog één vraag. Nossa Bing. De hoofdstad van Suriname is? Waterkan. Waterkan. Huh? Waterkan. Waterkan. Papi. Papi. Zoveel muskieten, boy. Babe. Ja? Je bent er. Je moet die vape matjes niet meer kopen. Het helpt niet. Gewoon die vloeibaar. Kijk, zoveel muskieten. Het prikt die jongen, maar ze gaan die muskieten hier in zijn haren wonen. Ja, oké, dan ga ik het zacht komen. Boy, babe, ik ben zo moe. Ik ben echt kapot. Kleren gewassen, gekookt. Je moeder is naar de dokter met hem zitten overhoren. En oh ja. Wat is het? Wie is je vrouw Rebecca van je?
Is toch een juffrouw van Alex? Is juffrouw van Alex? Ja toch? Wel zeg er, ik ben hoofdjuffrouw van jou. Ik ga naar binnen. Luister. Rond af met jongen, laat hij gaan baden en slapen, dan kom je in my office. We have to talk some business. Ja, ja, ik kom. Hoe gaat het? Goed. Je vrouw Rebecca was gekomen. Wie niet? Alleen politie. Mama Ivy is boos. Je moet niet bang zijn. Ja? Straks ga ik naar de tuin. Dan ga ik een rode roos plukken. Dan breng ik het voor mama Ivy. Dan is ze morgen weer blij. Ja? Danny, toekietjotier tamana, wie wil je snel doen? Ja, ik kom bij. Oké. Okay. Ga je baden? Dan ga je in de kamer. Ja? Wat moet ik voor je doen straks als ik bij je kom? Moet ik voor je zingen? Moet ik een verhaaltje vertellen? Verhaaltje. Verhaaltje, oké. Okay. Welke verhaaltje? Laat me zien welke ik ken. Verhaaltje. Spider-Man. Batman. Pippi Langkous. Welke? Oh, ik weet welke. Superman, toch? Oké. Okay. Ga maar in de kamer, dan kom ik straks bij je. Ja? Kom op. Kom op, let's go. Niet meer van me, toch, kantje? Papa houdt alleen van mama Ivy. Is ook niet meer lief. Niemand houdt meer van me. Niemand wil met me spelen. Wat heb ik gedaan? Je houdt wel van me, toch, kantje? Ik hou wel van jou, hoor. Love you. Hi, boy Mel. Hey, thanks, Jere. Hi, toch, chef. Want, ik respect me nou, man. Bout op Tommy Moro. Ama, ik zie me wel verlof. Ik heb het niet goed gekeurd. Nu, een bis komt binnen met Bella, mama, net ik op. Nou, maar is dat voor de zander, chef. Als er werk is te doen, dan ben ik altijd daar voor u. Daarom heb ik het toch. Over Tommy gesproken, chef. Stap ze. Hier stak de laatste ladies, ama, de afwezig voor u. Dus mentaal, hè? Heb ik ook opgemerkt. Amai mek voeru fout naar Rocco. Hij komt laat of hij komt niet opdagen. En mi reken na mi wa merk asana. En asana mi na ngamang we zijn collega's, we werken samen. Klap. We gaan samen missies doen en dat soort dingen. Maar ano tak mi wa snitch tap amai er. Laatst u bedden na Danny. Ja. Ben ik niet weggegaan omdat ik iets anders had om te doen. Mi gwe omdat mi no be fir mi switi drape moro. Die mij wel eens zien voordat ik mijn telefoon toch, chef. Daar heb ik gehoord waarover Ivy en Tommy spraken. Mm-hmm. En alukus zo dat de mij zit aan het bakken. Suma. Tommy naar Ivy. De mij zit aan het bakken. De mij actief de map nummer voor Makandra, de mijn app Makandra, de mijn meet Makandra.
wat er daar allemaal gaat gebeuren, mijn Osabi. Serieus? Ik bedoel, ze hebben een verleden, toch? Ja, ze hebben verleden. Maar Sande in Tommy Ede. Goed eerlijk, Unus koot maar een nepina naar een vrouw. Laat het duidelijk zijn, Unus koot maar een nepina naar een vrouw. Maar je eigen brada vrouw? Nou maar, ik keur het af. Ik keur het ook af. En mij takang ama. Sama, sorry. Ama tegen mij, mij jaloersu. Je bent gewoon jaloers, man. Heeft hij jou dat gezegd? Ja, man. Nou, maar hey, Tommy, je gaat me echt boos maken. Echt waar. Nou, maar dat is het ook, chef. Hij heeft me al boos gemaakt. Dus, mij kon zo aan een spang in de kba. En dat mij jaloersan is... Hey, ik ben voor het eerst na lange tijd zo boos. Hey, met tegen jaloersan. Echt op de hoge niveau boos. En dat ding is ook... If Danny kon erachter, dan kan maar rekenen dat je lang aan mij schrijft op een Sandra. Dat me bedoel. Hé, hey, chef, je na enige man zou kan takken aan mijn ogen. Mim go takken aan mij. Ja toch? Maar zo pot, maar een probleem er met tegen ik ba. Oh, nou er, zeg maar eens aan de. Jij alleen gaat hem kunnen overhalen om te stoppen ermee, sabi toch? En dan? Misschien even... Als je met mij bent, toch? Ben jij nu van mij, heb je gehoord? Danny telt nu even niet. Ja, hey. Nou. Fijn, Kira Sanja. Maar hoe doe je plotseling zo chagrijnig? Ah, nou chagrijnig. Je weet dat ik bongel ben. Je snapt dat... Maar ik maak zoveel tijd voor je om te komen, weet je? Omdat ik ook tijd voor je maak, toch? Ik heb 2 uren voor je opgeofferd. Chef Abdul, kan me schorsen, hè? Ik heb alle waarschuwingen van hem gekregen. Is goed, we gaan het leuk maken. Hoe ga je dat doen? Alade, me pakisiu, anaje kisimi, amibaka wo, adewanfi, samyo boyange, minai bibi. Takia for me, italo bi, me fanya te na ifusuta, wokati so supen, madiuko sani kufandi, bikala fuchai utuvuwe. Alo bia kengite fuara de tawa adesso purte sa kai santa become I love you sei già possibile alo bia sweetite au. Hoi Danny. Hoi. Ik ben blij dat je oproep hebt gehoord hebt gegeven aan mijn oproep. Jerena. Vaf Ossosi. Hoi, go, go. Vrouwtje, madre, vaf Tjima of me. Doe maar mekeboe, doe maar mekeboe. Lugo. Moet je gelijk, lijk brada. En dan nou, oude. Samsa. Sabi toch. Mijn go, luka vrouwfie boeren. Luka vrouwfie. Samsa, mijn vrouw. En nou, konkru, mijn konkru. Lijk brada met tegen jou. Wat samsa? Miras mij wat kan gaan Tommy er. Ano konkru mi konkru. Ivy. Ivy. Unu na brada er memang enasa no kanggo sodoro. Ivy wat kan gaan Tommy? Ya.
Danny, nou begrijp me verkeerd. Ano konkru mi konkru. Zo. Dus al die tijd aboy mi betekent dat school te komen naar Oso. Dan mi nebe arka aboy srefi. Dan luko Ivy. Alasan samim du. Foto, opsturen. Foto, opsturen. Dat juist eng en luk saai du. Maar juist is me dat die ewaka. Ik ga actie ala de vrouw. Zij het doen zo. De play om een jaruzu vrouw, terwijl ik denk, hé, hey, nou mijn grapje hè. Vrouwen zijn listig. Ik zou voeren me doen, Gasma. Mijn poer als maar voedsel mijn... Als maar ik me doe, lauw, San Abdul. Arki, Danny. Jonge vrouw, we doen dat toe, Gisma. Oestong, dan taki. Met praten bereik je heel veel. Maar nou, als zo, nou, de dam, hé. Relax. Relax. Utaki, utaki. Toch? Nog goed dong doen, sorry. Want if als mag ik doe aangifte, mag ik het teki. Praten, man. Abong, dan mag ik ook zo. Koning jij naar mij, man. Abong, mag ik weer. Dan. Danny. Ja. Ano konkur mi konkur er. Lek brada mi tega ma. Daarom toch. Vrouwen zijn niet te vertrouwen. Met tegi. Allemaal aan de wang. Idem. Vrouwenliefde is net als wijn. Die lichtjes veranderd in azijn. Spring. Ja. Ja, hier. Moet je hier remmen, hier. En dan, ja. Moet je dan hier. Snel. Aha. Ja, dan moet je hierin gaan. Aha. Dan, hallo? Hier. Nee. Het zou eigenlijk al komen vanwege die orkaan Dorian. Is dat schip helemaal naar Bahama's gegaan. Oh, ja. Hij is hier. Ja, hij is hier. Oké. Zo, zijn jullie aan het doen? Spring. Alex, ga je naar de kamer, ik kom straks bij je. Heb je al gegeten, hè? Ja, mama. Het gaat gesmeerd. Je lacht zo aan de telefoon. Hoezo? Met u als je aan de telefoon, Tommy. Nee, boy. Waar was je? Ik was hier voor op straat. Zeker met Tommy. Gewoon zo. Over welke Tommy heb je het? Welke Tommy? Huh? Welke Tommy? Neem op, nou. Is Tommy. Waarom schuil je het? Neem op. Ik schuil niks. Kijk daar. Tommy. Neem op. Ik wil niet opnemen. Wat is er met je plotseling? En over welke Tommy heb je? Welke Tommy? Dus ik ben niet goed genoeg voor je. Na school toe, Maiwani. Huh? School toe, Maiwani. Luister nou, Abdul heeft me alles verteld. Alles. Huh? Hey, luister, één ding. Vergeet niet van waar je komt. Ik heb je van je huurhuis weggehaald en hier gezet. En ik ben met je getrouwd. Ik ben een ICT'er. Ik kan alles van je telefoon tracen. En dat ding dat je met Tommy hebt, begin het te stoppen. Want anders mijn shoulder met erop. Op. Heb je gewoon? Ik had een gevoel hoor. Ik had echt een gevoel.
Wat, maar ik weet ook niet welke geest in me is gekomen dat ik ben gegaan. Maar hij heeft gelijk, ik ga niet meer in een huurhuis. En mijn rijbus, ik ga in die markt zitten. Maar Tommy mag boos worden. Ik ga hem zeggen, Tommy, het is genoeg. Ik wil niet meer. Wat gaat Tommy doen? Tommy gaat me thuis bij zijn moeder op mijn IQ-project zetten. Echt niet. Ik ga hem zeggen, Awisa wraak. Zo vroeg IV bel me, joh. Waarvoor? Ik snap er even niet aan, Garoko. Ik kan maar doen sneller, Minateng. Zo lang! Waar kom je? Waarom bel je me zo vroeg? Tom, we moeten praten. Zo snel wil je weer doen? Nee! Je ziet alles als een grap. Kom hoor. Wat is er? Danny weet alles. Huh? Danny weet alles. Va? Hij heeft al mijn berichten gelezen. Ik ben vergeten, hij is ICT'er hoor. Maar dan, fijn, hoe kan je die fout maken? Tom, we kunnen toch gewoon vrienden zijn? We hoeven toch niet te doen en zo? Vrienden. Wacht. Wat zeg je? Herhaal? Ik wil gewoon vrienden met je zijn. Ik wil een rustig leven. Je bent gek geworden. Dus... Wacht hij omdat hij erachter zou komen, ja. Dat ineens iemand stopt in hem. Je poep in je hoofd, no? En, het gaat niet zo makkelijk. En. Nee, ik wil rustig. Dat wat was toen, ik ben veranderd. Ik wil rustig leven met hem. Hij is zo lief voor mij. Hij doet alles voor mij. Ik kan hem dit niet aandoen, Tommy. Oh, je wil veranderen, je moet je beest. Luister, laat me je één ding zeggen. Een vos verliest zijn haren, maar zijn streken niet. Wat moet je eten, wat moet je moet je beest? Je noemt mij een moet je dan? Ja, je weet je wat deze moet je allemaal. Hé, luister nou. Na Tommy one club. Na Tommy one club. Arkino. Non make me sooty marcher. Als je niet van mij kan zijn, toch? Laat me duidelijk zijn. Als je niet van mij kan zijn, ga je ook niet van Danny zijn. Dan zou je één na kruiden je tussen heren. Hier. En als je een gast goed kan gaan, ze gaan niks kunnen doen. Naar meerdrijlingen, naar minarissen. Hier. Stron. Ivy? Hey. Ivy. Hey. Wat is gebeurd? Zijn jouw spullen hier? Ivy. Oké. Wat is gebeurd? Tommy heeft me afgekomen. Stop. Wie? Tommy. Lukt het? Ja, dus Danny heeft me gestuurd om het contact met hem te verbreken. Is hij boos geworden? Mijn hoofd bloedt niet, toch? Nee. Heb je ongeluk gehad? Maar misschien is mijn ribben kapot. Luister dan. Ga aangifte doen. Nee, als ik naar de politie ga, ga ik maar dood. Ik denk als man ik kan goed. Nee, ik wil niet doodgaan. Luister, wij sturen jou. Ga je aanmelden? Hij gaat me dat wapen op mijn hoofd geslagen. Ik kan nu niet denken, ik zie je niet. Luister. Hij gaat jou niks meer kunnen doen, oké? Wij sturen jou. Dus ga nu naar de dichtstbijzijnde post, toch? Ga je visum krijgen om naar de arts te gaan, dan laat je jezelf even checken, oké? Okay? Ik moet nu gelijk gaan. Ja, ga gelijk. Ik ga haar mami vreden, hè? Is je samen bedoel? Oei. Is je samen bedoel? Chef, het is wel snel geëscaleerd, man. Het kan erger zijn gebeurd. Look, en dit bedoel ik, hè? Je snapt dat je naar school toe, dat je met misbruik van macht. Je maakt misbruik van dienstwapen. Als dat nog kan gaan zo door. Dat kan fataal aflopen. Ik heb niet verwacht voor Tommy. Ik heb wel een man. Ik moet ontwapen naar mij met Tegi. Ik heb wel een man. Ai.
moet in huis. Oh, waarom in mijn huis? Hallo, Danny, kan je nu gelijk naar huis komen? Er is wat gebeurd met Ivy. Kom nu gelijk naar huis, alsjeblieft. Hallo, Abdul, kan je nu even gelijk bij me komen? Kan je nu komen? Ivy ligt daar in de kamer in het bloedbad. Kan je gelijk komen? Alex, zit hier, Alex. Blijf hier zitten, Alex. Als die moordenaar nog hier is, maak me niet dood, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ma, wat is er? Danny, ga gelijk kijken in de wat kamer. Wat is er? Ga gelijk kijken wat er met Ivy is. Ivy, wat is gebeurd, Ivy? Alsjeblieft, maak je ogen open, alsjeblieft. Ma, wat is gebeurd, ma? Ik weet het, ik zag er al zo. Ivy, alsjeblieft, kijk naar me. Verlaat me niet, Ivy. Goedenavond. Alsjeblieft, Ivy. Kijk, Abdul. Alsjeblieft, verlaat me niet, Ivy. Abdul, look at you, Abdul. Ivy. Oei, bloedbad, ja, joh. Is het samen tegen? Zijn er maar gaf het zeven, toch? Den. Gaf het zeven, Den. Check haar polsslag even. Chef, mijn vier pols, heren. Nee, vier pols. Mijn vier polsslag. Bel de arts, lijkwagen en de FO. Zit die chef. Maak foto's. Hai. Danny. Nou, vier polsslag, heren. Ik kan het zo. Smano de moro. Wie was thuis? Ik was thuis samen met Alex. Wie nog meer? Wij twee alleen. En hoe laat was het gebeurd? Ik weet niet precies, maar toen het net voorbij ging, heb ik er al zo gezien. Ik wist mijn gegevens, toch? Oké, mevrouw, we beginnen bij u. Chef. Hé. Sarsaja. Samai doja. Samai doja. Den. Rust. Zo. Go. Sarsaja. Mijn chief van weer is gewoon zo. Hai. Antwapen aan mijn hand. Hè? Hoe relax. Mugatori insi. Nou, maar samen doen, Mugatori. Maar samen doen. Je moet je niet verwerken. Mugatori, Tommy. Wacht even. Maar samen doen. Luister. Ik geef hem de opdracht om je te ontwapenen. Mugatori insi. Mutakanga je. Kugwe. Ik snap het niet. Danny. Abdul, nou maak hier een. Liba roko gi uno. Luka saisa. We wachten op de arts. Lijken we gaan naar Evo. De man komt. De man doet de roko, de man ba. De kapos. If you want, ik kan go look like man of fast necks. Liep alasan precies zo. Mide in de camera. Nee, ik snap het niet waarom in mijn huis. Wat nu maar? Wat? Ik snap het niet. Thank you.
Alex, hou op, we zijn alleen thuis. Waarom maak je van zulke geluiden, Alex? Alex, hou op als oma. Alex! 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 Hou op! Is niet leuk. Morgen wordt mama Ivy begraven. Waarom moet je van zulke geluiden maken? Alex, blijf hier zitten, Alex. Blijf hier zitten. Snel hulp gaan zoeken, Danny. Wat voor hulp? Ivy, de geest is nog hier in dit huis. Hey, ma, begin niet hoor. Gekke dingen. Je gaat weer eigenwijs doen. Danny, net hoorde ik nog geluiden. Maar het zit hier. Je moet positief denken, ma. Ga kijken hoeveel borden kapot zijn terwijl Alex en ik hier zaten, Danny. Danny. Kijk, luister. Ik zal iemand zoeken om voor ons te bidden hier in huis, hoor. Desnoods, want ze is dus dwaald nog hier in dit huis. Kijk, ik ga in de kamer, ga kijken als er iets is. Zomaar, Fridde, zomaar, Sanjo. Ik weet niet waarom hij eigenwijs moet doen. Oh, alsjeblieft niet zo'n uur. Danny! Ik zie niets. Kijk die motor aan! Hey, bel de politie, maar ga binnen. Hey, zij doet me zo. Danny. Zij je doet ja. Hoi, Gary, Danny. Zij je doet ja. Anna Mikir Ivy. Dat is wat doe ik. Abdul, samen doet ja. Ik maar ruimte even. Ulu samen. Danny, Anna Mankirasma. Hoe kan ik haar verdachte? Verdachte? Ja, mima. No, Anna Yuma. A verdachte na boyfi. Alex. Alex, pa boyde. Aboy de in de camera. Kom dat je bekend voor. Nan nee, FIFA also ja. Dan. Kom dat je bekend voor. Na Kanchel. Kanchel is de stille getuige. Moet naar bij ab. No one be. Dit is na enige bewijs zo abi. En dat charuta paspoort voor gehoor verdachte. Vermoedelijk. Die aboy pleegt feit. Dat figan nee FIFA bij Kanchel. Look hoe Alex. Sa Alex man doe. Danny, in het leven moet je niemand onderschatten. Wat een persoon kan doen of niet. Karaboy, Fico. Papi? Alex? Alex? Wat heb je gedaan? Wat heb je mama Ivy doodgemaakt? Papa houdt niet meer van me, toch? Papa houdt alleen van mama Ivy. En papa wil niet meer met me slapen. Waarom heb je dat dood gemaakt? Waarom? Mama Ivy is niet lief. Mama Ivy slaat me elke dag. En Alex huilt. En die heeft Alex mes genomen. Maar papa, je kon me toch eerder hebben gezegd. Kijk hier, de politie is nu hier, ze gaan je wegbrengen. En ik kan niets eraan doen. Elke dag was je met oma, Alex. Kon je me niet vertellen, Alex? Kijk nu wat je weggebracht, Alex. Je wilt
zingen en volgende week begin je al. En het mooiste ervan is dat je volgend maand jarig wordt. En kijk, Alex, met wie ga je nu eten? Met wie ga je zingen? Papa. Pa. Alex. Papi. Danny, we doen ons werk. Zet krossig, ja boy. Doe kapos. Hangen dat onderzoek wordt in verzekering gesteld. Mijn wacht niet erop. Danny. Wat gebeurt er, Danny? Ik snap het niet. Ga je kleren zetten, man. Sammy doe in alibi, jong. Dat ik dit moet verdienen. Eerst mila sama voor Alex. En morgen moet ik Ivy begraven. En vandaag, tide, de machara boys migwe. Sammy doe verkeerd, jong. Sammy doe. Zij de mi. Alibi be on air, look, boy. Vandaag brengen we Ivy naar haar laatste rustplaats. Jammer dat dit alles zo ver is gekomen. Ze hebben Alex onderschat. Alex kon nergens zijn gevoelens en emoties kwijt. Misschien als Danny meer liefde en aandacht had voor Alex, was dit helemaal niet gebeurd. Misschien als Ivy meer geduld en aandacht had voor Alex, was dit ook niet gebeurd. Arme mevrouw June, die niet beter weet. Laat dit alles een lesje zijn voor ons allen. Ay boy. Homie go me matimet. Sansam no man. Das milas Ivy. Milas wa mati. And we go pass Alex. Boy. Dus as ek Alex door zou pesten. Ama kan be cheer me toe. Boy. Daarom awakker libi no boere gongat. Si wan sa wan pis metikandu, wan pis apam. Ferier! Ai, ai. Maar ik wil daar wel zien hoe Alex Ivy be. Maar is niet grappig hoor, maar. Ah ja.
de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou dat het tijd was om te gaan. Je zei, schat, maak je geen zorgen, ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak door hoe je keek naar mij. Toen je zei, ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen, voor alles wat er komen gaat. Het is laat, ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan, pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je, breng me naar het. Wat het een normaal vindt, ervaart het ander het met heel veel pijn, angst en verdriet. Waarom pesten? Waarom? We zullen het nooit begrijpen dat die persoon die gepest wordt, met een heleboel opgekropte gevoelens zit. Dan maakt het niet uit. Met een beperking, zonder een beperking. Ouder, volwassen, kind, maakt niet uit. En als de emmer het niet meer kan dragen, dan gaat alles in één hit bouw. Dit is een van de gevolgen. En het allerergste vorm van pesten is zelfmoord. Dames en heren, de familie heeft besloten om de crematie in een besloten kring te doen. Wij bedanken u voor de singinetti. Want het lijk is weer opgestaan. Dames en heren, Sally Carter! Onze scriptwriter. Ik kom bij je, Han. Ik kom, je moet niet met een man trouwen, wacht op me. Hoi! Hey. Is een grap, boy. Dames en heren, ik hoop dat u heeft genoten van dit verhaal. Als gezondheidswerker zou ik dit nooit doen. Ik zou Alex met heel veel liefde en respect behandelen. Dit is allemaal een voorbeeld hoe het niet mag gebeuren. Eva. Is er nog in leven? Cel, ben je er, Cel? Oh, je bent in een van die auto's gegaan, is niet erg. Maar hebben jullie die flashback begrepen? Want hier hebben bepaalde smaak dat vast jullie dit toe lezen. Scène 1 en scène en de laatste scène. Dus als ze het niet hebben begrepen, zou ik ze uitnodigen om weer te komen. Maar helaas, die shows zijn uitverkocht tot en met zaterdag. Ja. Belangrijk, de boodschap is begrepen. Ja, toch? Oké. Okay. Ik wil mijn overige acteurs uitnodigen om naar voren te komen. Oh, oh kom baby, Shayang. Ik heb je hart geslagen, papa. Nog 4 dagen. Daarom moet je eten. Vostrom is Cyrus Kree, hè? Heeft echt gehuild. Ja, Fabian. Ja. En toch zie je bepaalde papa. Mensen lachen. Maar goed, je mag lachen, je hebt voor betaald. Dus ja. Dames en heren, ja. Namens onze hoofdsponsor, Shakin Food, willen we u allen bedanken voor deze avond natuurlijk. Voor straks wel thuis, voorzichtig. En wat, mama? Maar ik wil toch iets bijvoegen. U weet het, Sambal Trassi geeft een ieder een podium. Zoals u weet, wij gunnen aan ieder. En u had opgemerkt dat er 3 nieuwe figuranten waren. De Ebbe Boys. Mag ik ze uitnodigen? Nico, Joey en Ferry. Ja? Zijn het echt ook Ebbe, hè?
Sel? Ach nee, boy. Oh nee, ne? Uh-uh. Oh, die zie je erna op. Ze hebben al vriendin. Oké. Nou, wil jij nog wat zeggen aan de mensen? Nee, thanks for the support and we love you all. En tot een andere keer. Got that boy.